Nou, ik heb weer een mooi verhaal voor jullie. Althans, ik vond het toch zelf wel mooi om mee te maken. Een mooie zaterdagmiddag waar ik mijn vader aan het helpen. Het was lekker weer, lekker zonnig in de bier. Prachtig. We waren lekker bezig en op een gegeven moment een gezoem in de lucht. Dus jullie kieken allebei in de lucht in. Ah, en ik weet niet hoeveel been kwam over ons hier. Een zwerm. Nou, maar ja, ik heb het niet zo op die stenende rakketjes. Dus ik maak het niet sneller te voet. En mijn vader, die kunt me achteraan shoppen. Die blijft wat rustiger, want die is imker. En die weet dus dat zo'n zwerm niet heel, heel ja, sterkerig is. Althans, als ze nog veuren op zich hebben. Want als ze dus een paar dagen al onderweg bent, dan wordt ze wat feller. Dus dan kunt ze opprikken op de plek waar je geen gaatje hebt zitten. Ik denk, ja, ik wacht er dat niet af. Ik ga aan de kanten. Dus mijn vader en ik, die gewoon een beetje kieken waar die zwerm hier strik. En hij geeft eigenlijk de schuur over. En hij daalt neer in een berkenboom in het ganzenbeetje. Mijn vader is al een bekken aan. Gadverdamme zeggen, nog even de boom in de boom zitten. Dan kan ik niet bieden, dan moet ik de trappen er weer bij pakken. Gadverdamme zeggen, ik heb al geen tijd voor je. Maar goed, als imker zijnde, looi je zo'n groot zwerm, looi je ook niet weer vertrekken. Dus hier, het spul bij elkaar is het imkerpak en de schepkappen. En nou, met dat het aan het pakken is, hult er met schuins ogen het zwerm in de gaten. Goed. Nou ja, een goed half uur kunt dat zwerm lik weer in beweging te komen. Dus u redt me de bie, maar eens kijken zeggen, volgens mij, het vertrekt er nu alweer. Rempel, het leek inderdaad net of dat zwerm weer terug de schuren overgeeft. Eigenlijk bleef een beetje boom de schuren... Bliff een beetje dwarrel. Maar ja, zo stapsgewijs dwaalt het toch af richting het stand, of het bijnstalletje van Miva. Miva die loopt die doen een leuke kasten door hem staan. Eigenlijk klaar voor intrek. Eigenlijk heb een van die, of heb die verkenners van het bienenvolk, die heb wel een dag toen ze door in terechten kwamen. Ja, maar Blekskaat, dit is een mooi plekje. Hier moet misschien al de pan. Zie ik het al helemaal voor me, hè? Dat een van die verkenners teruggeeft naar die maatjes toe en die dan zegt, kom maar jongens. We hebben een mooi plekje hiervan. Dat het dus voor in de kolonie vlug. Follow the leader, 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 follow the leader. Goed. Mijn vader is zo blij als een blij kind. Want hij heeft er dus mooi geen werk mee. En soms heb mijn vader en moe verjaardag. Mijn moe die mag zoals gewoonlijk margarine. Want mijn vader die wil 1 of 2 pilsjes drinken. Maar hartstikke gezellige verjaardag gehad. En de volgende maand, zondag maand, wil mijn vader... die wil hem bieden gewoon kiezen. Maar ja... Laat die bien doen een machtige hekelen aan rare luchtjes en vooral aan dranklucht. En ik denk wel dat mijn vader nog iets een dranklucht bier met maat. Mijn vader werd eigenlijk direct al een storm in zijn wangen. Als mijn vader een storm wordt, dan kreeg hij gelijk een allergische reactie. Dus alles zwelt dan helemaal op. Nu ook, zijn hele gezicht aardelijk net donderbussen. Dus toch geen woorden zondag mee heen. Nou, mijn vader en moeder die gaat lekker een bakje koffie drinken. En ze hebben op een gegeven moment weer te gestobbeld op de trappen. Ah, kut mijn broer de trappen, of de keuken niet. Het kussen vast aan de kop zit. Het was allemaal bloed. Op de kop, zo heel al die jekers kapot. Dus, s'nachts, met de balg vol drank, met een of andere 3-dubbele salto de fiets op besprong. Nou ja, dat ging dus finaal mis. Is dus mooi vast met de kop in de trappers of in de spaak terecht te komen. Nou ja, die zag wie er ook uit. En mijn broer, die zit dus allebei, nou ja, met een kop zo dikke als, ik weet niet. Maar die zit dus lekker op de banken, smiddags. Ah. En Rooswaard, gebeurt er dus een ongeluk voor de deuren bij ons. Jullie vliegen allemaal in de benen om te kijken of het allemaal weer goed gekt. Ook Miva en mijn broer. Toen zegt mijn moe, blijf jullie nog maar binnen. Zometeen dan raken jullie de ambulance ook nog in.